6 september wordt mijn dag. Daar moet het gebeuren. Ik heb hier naar 2 september, 7 uur, heb ik 4 jaar lang naartoe gewerkt. Dat is het doel de afgelopen 4 jaar. Daarna kan de wereld wat mij betreft vergaan. Ik kijk dan nu nog eventjes niet verder dan 2 september. Die staat in een heel grote agenda en omcirkeld met allerlei kleurtjes. Van, dat is de belangrijkste dag, daar heb ik zo lang naartoe geleefd. En alles wat er nu in zit, moet er dan uit. In eerste instantie gaan we natuurlijk voor goud. We zullen vast tevreden uiteindelijk zijn met een ander kleurtje, maar in eerste instantie gaan we voor goud. En weet je, daar moet onze focus gewoon op zijn. Ik wil heel graag goud winnen. Dat is denk ik een beter antwoord op jouw vraag. De Paralympics zijn maar 1 keer in de 4 jaar. En iedereen, dat is gewoon het hoogste punt. En iedereen gaat voor een gouden medaille op het grootste toernooi. En iedereen is daar gewoon helemaal op het best en wil dat ene halen. Dus iedereen gaat voor hetzelfde. Ik denk dat de plaats is een gevolg van een goede afstand. Dus daar focus ik meer op dan dat ik uiteindelijk op de plaats focus. Kijk, tuurlijk is een medaille belangrijk. Daar doe ik het allemaal voor. Maar dat is dus het resultaat van een goede prestatie. Ik ga nu echt voor goud. En in Beijing stond dat nog wat verder naar achteren. En zeker ook omdat het de eerste keer was. En omdat ik nu een beter doel heb, dus dat die gouden medaille, daar werk je veel beter naartoe en veel meer naartoe en het leeft allemaal nu veel meer. Elke wedstrijd moet je winnen om uiteindelijk in de finale te komen. Maar de afgelopen jaren is wel gebleken dat Amerika en Duitsland de favorieten zijn. Die zijn op de vorige Olympische Spelen in Beijing 1-2 geworden en ook op het WK waren ze 1-2. En Duitsland heeft ons de afgelopen jaren toch nog elke keer weer verslagen op het EK, dus het is nu tijd dat het afgelopen is.